Ik denk dat überhaupt in een relatie het wel belangrijk is dat je nog steeds je eigen dingen blijft doen en daarin ook je eigen identiteit bouwt. Dat komt met ruimte nemen. Als je geen ruimte neemt voor jezelf, wordt dat moeilijk. Yeah. 7 op de 10 mensen voelen zich alleen in quarantaine. Dat is best wel veel. Maar ja, logisch, want iedereen heeft gewoon lobby nodig. Ik ben benieuwd hoe de mensen in Rotterdam hun liefdesleven overleven in quarantaine. Let's find it out. Who would I be without my baby? The thought alone might break me. And I don't wanna go crazy. But every thug needs a lady. Hoe brengen jullie de quarantaine door, met of zonder B? Zonder. Ook zonder. Ik noem het geen quarantaine B, ik heb gewoon mijn vriendin. Ik heb een vriend. Zijn jullie veel samen in quarantaine? Ja, we zien elkaar wel regelmatig. 2-3 keer in de week. Wij hebben elkaar, gelukkig. Ik heb een hele lieve quarantaine B. Oh. Shout out naar mijn lover. Ik ben een soort van alleen. Vind je dat erg? Het is wel lastig dat je nu niet kan daten of zo. Leuke dingen doen met iemand. Nee, ik heb heel veel vrienden om me heen. Dus dat is wel, daar heb ik genoegen mee. Vind ik wel prima zo. Mist het een beetje, iemand om je heen? Ik spreek nog wel met iemand. Ik date niet. Niet in persoon, maar ik spreek nog wel met haar. Je kan elkaar wel digitaal opzoeken, maar het is natuurlijk niet hetzelfde als elkaar fysiek zien. Ik zie die persoon wel eens. Af en toe komt ze bij mij, af en toe is ze gewoon bij haarzelf, weet je. Dus lukt wel. En hoe vullen jullie de leegte op? Ik zit gewoon af en toe te sporten, gewoon in mijn vrije tijd. Lezen. Tekenen. En qua daten, heb je nu helemaal gewoon niks qua daten? Ook geen Tinder af en toe zo lekker? Ik heb wel Tinder gedownload. Okay. Swipen, 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 maar alles is kruisje. Ik weet niet wat voor mensen daarop zitten. Ja, ik zeg het je heel eerlijk, maar dat zit er niet in. Zijn jullie constant bij elkaar of ook een beetje apart? Ja, we zitten wel veel op ons lip. Op elkaars lip, om het zo maar te zeggen. Ja, we appen elke dag. Bellen ook wel. Elke dag hebben we contact, dat zeker weten. Ja, man. Zij heeft een hele grote zwembad in de tuin. Dus wij zwemmen gewoon heel vaak. Niks te klagen eigenlijk. Het is best wel doable. Het is gezellig. We hebben dezelfde interesses, dus dat maakt het ook wel makkelijker. Nee, hij sport veel, dus gaat gewoon door. Daarbij werk ik nog, dus dat scheelt wel. We hebben wel ruimte. En heb jij misschien andere eigenschappen aan hem gemerkt dat je dacht van, nou ja, voor quarantaine wist ik helemaal niet dat je zat. Ik merk wel dat je me sneller zat bent af en toe. Wij kennen elkaar al best wel lang, dus het valt ook alweer mee. Ja, ik kan af en toe echt verdomd irritant zijn, maar ja, ik kan dat ook, dus we balanceren elkaar daarin wel af. Het level van irritatie is nog niet zo dusdanig dat je het niet meer trekt. Nou, je ziet zeg maar wel wie wel echt je vrienden zijn. Wie niet? Bijvoorbeeld van bepaalde mensen hoor je niks meer en van de echte wel, ja. En heb je ook niet een mooie eigenschap aan je vriendin gezien dat je denkt van nou, ik vind het wel heel knap hoe je hiermee omgaat? Ja, we hebben sowieso zeg maar nog steeds dingen waarin we ons kunnen verdiepen nu, behalve elkaar zeg maar ook. Dus dan is het wel leuk om iemand bezig te zien, weet je, en nog te blijven groeien en zo. Ik ben blij dat ik met iemand door deze periode heen kan gaan. En ik weet ook niet hoe ik het zou hebben getrokken als dat ik alleen was. Heb je nog een quote voor de mensen thuis die ook een stelletje zijn en wel heel veel ruzie hebben? Zorg goed voor jezelf, doe leuke dingen voor jezelf, weet ik veel. Voor vrouwen maskers opdoen of ja, ga koken of zo, ja. I don't know. Ja, ik weet het niet. Ga een boek lezen, man. Een goede boek, weet je, waar je gewoon inspiratie van krijgt. Ja, ik denk dat je elkaar gewoon de ruimte moet geven. Het is toch allemaal anders, dus vang elkaar op. Als je ziet dat er iemand ergens mee zit. Benader dingen niet altijd negatief, maar ook positief. Ja, en probeer de focus ook soms bij jezelf te leggen in plaats van alleen bij elkaar. Dan groei je samen verder. Ik denk dat überhaupt in een relatie het wel belangrijk is dat je nog steeds je eigen dingen blijft doen en daarin ook je eigen identiteit bouwt. Dat komt met ruimte nemen. Als je geen ruimte neemt voor jezelf, wordt het moeilijk of je nou in een relatie zit of niet. Wat is jouw situatie en heb jij een quarantaine B? Laat even weten in de comments. Doe een blauw duimpje omhoog en vergeet zeker niet om te abonneren. I'm out. Bye!